De 3000 doses pentavalent vaccin die Suriname heeft geleend bij buurland Guyana zijn vandaag gearriveerd. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid via het Nationaal Informatieinstituut. Volgens NNNII zal de distributie naar de polyklinieken en consultatiebureaus binnenkort plaatsvinden. Dit zal gebeuren nadat de lading is gecontroleerd op kwaliteit en behoud van de koude keten. De vaccins zullen namelijk binnen een maand gebruikt moeten worden. Het ministerie is momenteel daaromtrent in contact met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO om de exacte datum van ontvangst van de nieuwe vaccins doorgespeeld te krijgen. Het Nationaal Informatieinstituut meldt verder dat het kindervaccinatieprogramma na een maand weer volledig opgepakt wordt, omdat de vaccins tegen het poliovirus en DKT dan reeds zijn geleverd. Het NII zet zich samen met de consultatiebureaus in om volgens de regels van het kindervaccinatieprogramma de achterstand zo gauw mogelijk weg te werken. Aan ouders en verzorgers wordt gevraagd de aanwijzingen van de gezondheidswerkers op te volgen voor een vlot inhaalschema.